12-jarige aspirante. Het is toch nog goed, hè, jongen, mee. Thank you.
van hem uit. Hup, hup, hup. Kom aan, kom aan. Patricia, hup. Nog pas. Twee toeren, Sanje. Nog twee rondes. Kom aan, goed bezig. Stop, jongen. Kom op, Guus. Kom aan, Thomas!
Thomas. Hop, Jan. Hop, hop, hop. Ja, je moet 30 euro voorschot moeten betalen.
de officiële pers. Ja, die gaan ze optrekken. Kom aan, man. Kom aan, het is aan. Kom aan. Thank you.
Goed. Goed, jongen. Goede medicijnen, hè? Zeg, hier is meer persers op een wereldbeek. Natuurlijk met ons namens fotografie graag gehoord. En geëindigd op de tweede plaats bij de 12-jarige meisjes. Graag uw applaus voor Jana van der Veeken. Ja, je moet zo proberen er uit te stijgen een beetje. Hè. Iets anders dan anderen. Ja. Voor haar zal er een trofee komen. Of ja, we gaan eerst de winnares ook nog mee op het podium vragen. De winnares bij de 12-jarige meisjes en ook de Belgische kampioenen. Graag uw applaus voor Xaide van Sinai. Dorine Hermans, finaliste van Miss Wellness Beauty Belgium. Zij zal een product van Active Aid overhandigen aan Xaide van Sinai en Jana van der Veeken. Dan komt ook Wouter Toele er nog aan. Hij gaat een fotobom van T-foto bezorgen aan Xaide van Sinai, aan de winnares. En dan de organisator Brecht Toele. Hij zal de trofeeën overhandigen aan Xaide van Sinai en Jana van der Veeken. En voor u, dames en heren, dan het applaus voor dus de winnares en de Belgische kampioen Xaide van Sinai en Jana van der Veeken op 2. Ja. 12-jarige jongens, na een bijzonder spannende finale, mogen we toch wel zeggen, heeft hij de klus alsnog weten te klaren. En hij eindigt dus op de derde plaats. Graag uw applaus voor Stan van Grieken. Hey. En dan de man geëindigd op plek 2. De Belgische kampioen Mike Uitroeven. En dan de winnaar van deze eerste wedstrijd van de dag in het kader van deze Achter de Berg Cyclocross presented by Starbucks. Van start tot finish naar ware one-man show. Graag uw daverend applaus voor Guus van den Einde. Guusje! Ook voor deze drie mannen zal Dorien Hermans, finaliste van Miss Wellness Beauty Belgium, dat product van Active Aid overhandigen. Wouter Toele die bezorgt dan de fotobom van T-foto aan de winnaar, aan Guus van den Einde. En organisator Brecht Toele die overhandigt de trofeeën aan onze drie mannen hier op het podium. En geef ze dan nog eens even een applaus. Stan van Grieken op 3, Mike Uitenhoek op 2. De winnaar vandaag hier in Hechtel, Guus van den Einde. Achter de Einde erbij. Dan mogen onze dames daar nog even bij. Dat is mooi. En de mis uiteraard. Ja, Dorien Hermans, die mag helemaal niet ontbreken. Kijk. Dat is mooi. Twaalfjarige jongens, na een bijzonder spannende finale, mogen we toch wel zeggen, heeft hij de klus alsnog weten te klaren. En hij eindigt dus op de derde plaats. Graag uw applaus voor Stan van Grieken. En dan de man geëindigd op plek 2. De Belgische kampioen Mike Uitroeven. En dan de winnaar van deze eerste wedstrijd van de dag in het kader van deze Achter de Berg Cyclocross presented by Starbucks. Van start tot finish naar ware one-man show. Graag uw daverend applaus voor Guus van den Einde. Guusje! Ook voor deze drie mannen zal Dorien Hermans, finaliste van Miss Wellness Beauty Belgium, dat product van Active Aid overhandigen. Wouter Toele die bezorgt dan de fotobom van T-foto aan de winnaar, aan Guus van den Einde. En organisator Brecht Toele die overhandigt de trofeeën aan onze drie mannen hier op het podium. En geef ze dan nog eens even een applaus. Stan van Grieken op 3, Mike Uitenhoek op 2. De winnaar vandaag hier in Hechtel, Guus van den Einde. Achter de Einde erbij.
Dan mogen onze dames daar nog even bij. Ja, dat is mooi. En de mis uiteraard. Ja, Dorien Hermans, die mag helemaal niet ontbreken. Kijk, hè? Dat is mooi.